Omwonenden van het geplande aanmeldcentrum voor asielzoekers in Band kunnen vanavond al hun vragen stellen aan het COA. Er is namelijk een inloopavond. Zwembaden in Almere luiden de noodklok. Ze vrezen de deuren te moeten sluiten vanwege de hoge energieprijzen. De rekeningen zijn veel hoger geworden. En voor het eerst sinds de coronapandemie is er weer een pieperfestival in Emmeloord. De voorbereidingen zijn nu in volle gang. Het is woensdag 7 september. Dit is Flevoland. Goedenavond. Vanavond is het dan zover. De informatiebijeenkomst over het aanmeldcentrum in Band. De bijeenkomst van het COA is de mogelijkheid voor omwonenden om hun vragen te stellen en hun mening te geven. De dorpsvoorzitter van Luttelgeest hoopt op een ordelijk verloop van de avond. Ik ben wel benieuwd wat voor reacties er komen, wat voor vragen er gesteld worden. Want het is natuurlijk een item wat wel leeft hier in Luttelgeest. Het reilen en zeilen van haar dorpelingen volgt ze op de voet. Mariette Rommens, dorpsvoorzitter van Luttelgeest. Het aanmeldcentrum komt in het aangrenzende dorp Band, vlak naast het asielzoekerscentrum dat in Luttelgeest ligt. Ja, nou, de aanwonenden natuurlijk, die hebben het... Die zijn het meest opgestaan eigenlijk. En met hen vinden wij ook van dat 1000 asielzoekers in het AZC voldoende is. En dat er niet een tweede centrum naast moet komen. Dat is te veel concentratie op één. Vrees voor overlast. En de dorpelingen voelen zich sowieso overvallen door de mededeling van het Rijk. Precies 2 maanden geleden inmiddels. Dat er naast Ter Apel een tweede aanmeldcentrum moet komen. En wel in Band. Niemand weet nog hoeveel geïnteresseerden zullen komen naar de Band Siliek, waar om 8 uur vanavond de informatiebijeenkomst begint. Ik verwacht dat er wel de nodige mensen zullen komen. Ik weet niet of het vanuit Kuimeren en Band ook allemaal evenveel zal zijn, maar ik verwacht vanuit Luttelgeest zeker wel de nodige mensen. Ik denk dat de Band Siliek te klein zal zijn. Maar ik hoop dat we daar, antwoorden. Dat mensen antwoorden krijgen op hun vragen, op hun zorgen, op hun angsten. En dat daarover gesproken kan worden. Maar we hopen niet dat er toestanden gaan ontstaan, net zoals in Albergen met spandoeken en gekkigheid van weg ermee. Want dat is er niet. Van het AZC met 1000 mensen wordt gewoon geaccepteerd en is een onderdeel hier van de gemeenschap. Als er antwoorden komen op vragen, als er over en weer geluisterd wordt. En dat mensen ook hun zorgen kunnen uiten, want dat denk ik dat ook een belangrijke is. En dat de staatssecretaris en de meneer van het COA, meneer Schoenmaker geloof ik, dat die ook antwoorden geven aan de mensen en uitleg geven. Dus dat blijft, want dat is natuurlijk de inzet. De staatssecretaris hoopt nog steeds dat de gemeente uiteindelijk ja zal zeggen. Het is de gemeente die beslist er ook over. Maar wij als bevolking en als dorpsbelangen willen toch ook hier onze mening kenbaar maken, onze zorgen kenbaar maken. De zwembaden in Almere stad, poort en buiten, vrezen de deuren te moeten sluiten vanwege de hoge energieprijzen. Volgens exploitant Optisport zijn de rekeningen zo hoog dat er per zwembad 3 tot 4 ton extra bijgelegd moet gaan worden. En dat is niet vol te houden. Door de hoge energieprijzen kost het veel meer om een zwembad draaiende te houden, vertelt Eva Rusman van Optisport. Dan moet je toch wel ongeveer denken aan 3 à 4 ton op jaarbasis per zwembad. En dat zijn de prijzen waar het nu om gaat op dit moment. Maar dat zou zeg maar volgend jaar nog vele malen hoger kunnen worden. Wanneer de energieprijzen nog verder doorstijgen. Precies. Om de gestegen energiekosten enigszins terug te verdienen, is de prijs van het kaartje al verhoogd. Maar daar haal je niet alles mee terug. Als we nu echt de prijs volledig zouden moeten kunnen gaan compenseren, ja, dan zou een prijs voor een zwembadkaartje buitensporig hoog zijn. En ja, dat is gewoon niet uit te leggen en ook voor niemand zeg maar te dragen. Want wat zou een kaartje dan gaan kosten? Ja, dan zou je haast naar boven de 20 euro moeten gaan. Natuurlijk kan er in de machinekamer van een zwembad ook aan knoppen worden gedraaid. De thermostaat kan bijvoorbeeld naar beneden, zegt Rusman. We spelen met de temperatuur van het water natuurlijk, ook van de douches. Een paar graden naar beneden. Een paar graden eventueel naar beneden. Maar ook daarin, ja, het moet wel comfortabel blijven voor onze gasten. Dus je moet wel plezier naar het zwembad komen. En als je het te koud vindt, ja, dan blijven mensen ook weg. Dus zover willen we ook wat dat betreft niet gaan. De mogelijkheden om de hoge energierekeningen te compenseren zijn daarmee op, zegt Optisport.
En het is de vraag hoe lang ze zo nog verder kunnen. Dat is moeilijk te zeggen, maar laat ik het zo zeggen, het water staat ons al aardig aan de lippen. Ja, we moeten echt alle zeilen nu bijzetten en heel veel meer ruimte dan tot het einde van het jaar verwacht ik niet dat we hebben. Aan de gemeente Almere wordt daarom gevraagd om zo snel mogelijk met geld over de brug te komen. Veel geld, maar absoluut nodig, zegt Rusman. Een zwembad sluiten in een gemeente of 3 zwembaden sluiten en geen enkele mogelijkheid meer bieden om te kunnen bewegen in een zwembad en om je diploma te halen, dat is wat mij betreft ondenkbaar en dat mag ook absoluut niet gebeuren. Ook andere zwembaden in Flevoland worstelen met de gestegen energiekosten, zoals de Koploper in Lelystad en het Bosbad in Emmeloord. En ze hebben ook overleg met de gemeente over de problemen. De ophef die is ontstaan over nepwapens op een nieuw opgerichte basisschool in Lelystad is onterecht. Dat zegt de initiatiefnemer van de eerste Real Learning Generation School in Flevoland. Door middel van een schietspel kan hij sommige kinderen verder helpen bij hun ontwikkeling. Schieten de kinderen op een basisschool met legerkleding aan. Het is onderdeel van real-life gaming en dus allemaal nep. Maar het veroorzaakt wel onrust. Onzin, vindt initiatiefnemer Sebastian T. Wat mensen wel moeten begrijpen is dat wat wij gebruiken bij wet onder speelgoed valt. En dat wij wel waarborgen hebben dat het niet vanuit onze locatie naar buiten kan. Dus het is niet bij onze kinderen vrij voorhanden in de maatschappij. Dat hebben wij echt wel gecontroleerd. En ja, daar zijn mensen nog steeds negatief over. Schietspellen, gamen, het is heel populair onder kinderen. T heeft gemerkt dat zijn schietspel, Real Life Gaming, een prima extra middel is om kinderen met ADHD of autisme een steuntje in de rug te geven bij hun ontwikkeling. De wow-factor van ik heb dat dingetje vast, dat werkt bij die kinderen, werkt dat op, ja, in hun hoofd werkt dat. Alleen daarom hebben we ook een heel rangensysteem. En dat wordt steeds moeilijker, maar we vragen ook steeds meer discipline. En op een gegeven moment gaan we ook het gedrag thuis en op school. Dus als ze verder bij ons willen komen en meer privileges hebben, zullen ze zich anders moeten gaan gedragen. Ja, en dat werkte. Zo werd het plan geboren om een school aan te melden via DUO, dienstuitvoering onderwijs. Een Real Learning Generation school. Bij DUO, als je dingen aanvraagt, initiatief aanmaakt, moet je vinkjes aanzetten. Nou goed, het vinkje was hiervoor. En ja, we zijn wel bezig met het oprichten van een onderwijsinstelling. Niet zozeer voor het basisonderwijs of voor het gezet of voor... leerlingen die het allemaal goed prima doen. Het is ook niet de bedoeling dat wij allemaal kinderen die nieuw zijn in het onderwijs allemaal naar ons toe willen trekken. Hey, wat wij willen doen is een school neerzetten voor de kinderen die, ja, eigenlijk cru gezegd door het onderwijs eruit gewerkt worden. In het begin was nog wel discussie of dit initiatief valt onder jeugdzorg of onderwijs. Voor T was de keuze duidelijk. Wij zeggen het is onderwijs, want ook leren omgaan met je gedrag en met je houding en ja, is al de opleiding van kinderen. Daar hebben we budget voor, dus dat hoeft niet uit de jeugdzorg te komen. Dat kan ook vanuit het onderwijsbudget komen. Nou, die discussie, dat was niet zo makkelijk te winnen. Nou, en toen kwamen we natuurlijk met de wet, ja, iedereen mag een onderwijsinstelling beginnen als je maar aan bepaalde voorwaarden voldoet. En wat is iets, als we continu in de discussie gaan komen, is zorg, is het onderwijs? Dan gaan we het zelf wel doen, want dan is het gewoon volgens ons gewoon onderwijs. Zeker omdat het geld er gewoon is. Tot maandag 3 oktober rijden er geen treinen tussen Lelystad en Dronten door een defecte bovenleiding. Dat meldt de NS. Na de stroomstoring van afgelopen vrijdag moet er langs en boven het spoor van alles worden hersteld. In de tussentijd zet NS 8 bussen in op het traject. 4 daarvan vertrekken uit Dronten en 4 vanuit Lelystad. Buiten de spits gaat het om 4 bussen per uur, 2 uit Dronten en 2 uit Lelystad. Maandag meldde de NS dat de herstelwerkzaamheden tot 15 september zouden duren. Al snel werd duidelijk dat die datum niet haalbaar was. Overigens rijden er komende vrijdag waarschijnlijk helemaal geen treinen in Flevoland vanwege een staking. Volgende week start een campagne om de diefstal van GPS-apparatuur te voorkomen. Agrariërs en loonbedrijven krijgen van brancheorganisatie verzekeraar Cumela, Platform Veilig Ondernemen en de politie het advies om hun apparatuur te markeren, registreren en demonteren. Dat advies werd vorig jaar ook al gegeven, maar de campagne wordt herhaald omdat het aantal GPS-diefstallen uit landbouwvoertuigen weer sterk toeneemt. De ruzie binnen de Flevolandse jagerswereld blijft aanhouden. Twistpunt is het splitsen van de wildbeheereenheid Flevoland in 3 aparte eenheden. Die worden ieder verantwoordelijk voor een deel van de provincie.
Deze zomer staakte de wildbeheereenheid de juridische strijd tegen de opsplitsing. Ze riep haar 680 leden op om lid te worden van de nieuwe verenigingen, maar die laten niet zomaar iedereen toe. Waar zij nu mee bezig zijn, dat ze gedragen zich als bestuur, maar ze gedragen zich ook als lid van de ballotagecommissie. En zij bepalen nu met z'n drieën van wie er wel of geen lid kan worden van de vereniging. En dat is voor ons absoluut onacceptabel. Batavia Haven in Lelystad blijft de komende 5 jaar de thuishaven van het grote watersportevenement Hiswa te Water. Wethouder Annemieke Messelink-Dijkstra en de directeur van Hiswa te Water Arjan Ruijsen hebben daarvoor een intentieverklaring getekend. Eind dit jaar worden de definitieve afspraken gemaakt. De Hiswa te Water was na 2 coronajaren afgelopen week weer terug in de Batavia Haven en trok mede door het mooie weer een recordaantal bezoekers, meer dan 30.000. Vrijdagavond barst het weer los, het Pieperfestival in Emmeloord. En dat betekent dat er op de Deel met man en macht wordt gewerkt aan de opbouw van het feest. Het Pieperfestival wordt dit jaar voor de 25e keer georganiseerd. En de opbouw loopt op rolletjes, zegt Gerard Gerbranda van de organisatie. We zijn druk aan de gang. Eigenlijk lopen we een dag voor op het schema. We zijn vrijdagochtend vorige week begonnen. En het is bijna af. We zijn bezig aan de details. Ik kan mij voorstellen met... corona in het achterhoofd. We mogen eindelijk weer. We hebben het draaiboek voor 2021 weer van de plank gepakt. Dus dat was een... in ieder geval hebben we heel veel winst geboekt. Want het plan was er al. En het resultaat zien we hier. Het festival start donderdagavond voor ondernemers. En het publiek kan er vanaf vrijdag terecht. Donderdag hebben we de opening voor de ondernemers. Waarbij we de samenwerking hebben met gemeente Noord-Oostpolder. In het kader van het Pollentorenproject. Vrijdag hebben we de belevingsmiddag, zaterdag of vrijdagavond programma voor de jeugd, zaterdag een markt door het hele centrum heen, hier ook op het evenemententerrein en zaterdagavond een beetje de reunieavond voor de oudere jeugd van Emmeloord, waarbij een heel mooi programma wordt gepresenteerd. De gemeente Noordoostpolder bestaat 60 jaar. En het is 80 jaar dat de polder droog ligt. De organisatie wil daar extra aandacht aan besteden. Er staat iets te gebeuren met de Poldertoren. De opening gaat rondom de Poldertoren plaatsvinden. En dat gaan we dus een speciaal tintje geven. En welke, dat mag ik helaas nog niet verklappen. Ja, kom op. Nee. Het wordt een spectaculaire actie die niet ongezien zal blijven. En zeker de aandacht zal trekken. Dus dat gaat zeker in het middelpunt vallen. Ben je nieuwsgierig? Kom morgenavond zo tegen 9 uur in de omgeving van de Deel. En dan zul je zien wat er gaat gebeuren. Een aantal maanden geleden groeide er alleen wat gras. Inmiddels is er met dank aan de stichting De Lelystadse Boer een maïsdolhof ontstaan. Het gaat om een veld tussen de Beukenhof en de Horst in Lelystad. En vandaag is het officieel geopend. Op sommige plekken kun je er al echt verdwalen, maar op andere stukken staat het maïs maar een meter hoog. Hoe dat komt, kan boer Jan Groot uitleggen. Als ik hem tenminste kan vinden. Even kijken. Oh ja, ik zie hem. Ah, boer Jan. Was het lastig? Nou ja, de grond vonden wij eigenlijk niet helemaal bekwaam. En we hadden van het zomer... Je zal zeggen van hoe kan dat het heel nat was. Maar we hebben een fikse regenbui gehad toen. En toen heb een gedeelte daarginter heeft daar onder water gestaan. Ja, en dat is voor de groei, voor de planten funest. Dus we staan hier zeg maar in het wat hogere gedeelte, wat normaal is voor maïs. Die komt wel tot 3 meter hoog. En daar is de maïs zeg maar tot 1,5 meter gebleven. En nou, voor de allerkleinste denken wij van is het nog steeds goed. Want die kunnen er mooi in verdwalen. Maar het zou mooier zijn geweest als het wat... Forster was geweest. Ja, kijk, dat stuk niet. Nee, dat is zo. Waarom is dit eigenlijk hier gemaakt? Nou, wij van de Lelystadse Boer, dat is de stichting van de boeren rondom het vliegveld. Wij proberen ook een beetje het contact tussen boer-burger wat te gaan versterken. Nou, en toen hebben wij bedacht van als we nou hier een maïsdolhof gaan aanleggen. En dan kunnen de kinderen daar mooi in verdwalen. Middenin ligt een stapel met hooibalen. Vanaf daar krijg je een mooi uitzicht op het veld. Of kun je even spieken waar de uitgang is. Nou, vertel, wat vind je ervan? Nou, ik vind het wel leuk. Maar het is ook wel een beetje lastig. Want aan het begin zijn de stengels heel laag. Kan je het bijna zien. Maar daarna worden de stengels heel hoog. Ben je al een keer verdwaald? Ja, al 2 keer.
Het Maisdoolhof is te vinden tussen de Beukenhof en de Horst in Lelystad en voor iedereen gratis toegankelijk. Ze blijven voorlopig ongeslagen in de derde divisie, de voetballers van SV Urk. Echter, na een reeks overwinningen moesten de Urkers gisteravond in Assen genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel tegen ACV. Ik denk dat na 20 minuten, 25 minuten hun storm een beetje ging liggen. Kan een half uur geweest zijn. Vonden ons eind van de eerste helft al een betere indruk maken. Kregen ook nog een hele grote kans met Hessel. Met een beetje geluk schiet je die erin. Want het grap was dat hun heel goed waren in veldspel, maar eigenlijk geen kans gehad hebben. Want Strijker heb ik eigenlijk niet gehoord of gezien vandaag. Normaal valt hij op met de reddingen. Maar behalve de penalty hoefde hij weinig tot niet, ja, heel veel terugspelballen, maar weinig tot niet handelen op hun. Een paar rolletjes. Dus dat is een compliment, verdedigend denk ik, dat we heel veel energie ingestoken hebben, goed verdedigd hebben, beter verdedigd hebben dan tegen de andere topploegen. Minder hebben weggegeven. Alleen de volgende fase moet ook zijn dat we dan zelf beter gaan voetballen. Waardoor we zelf ook wat meer te vertellen krijgen op het veld. En ik vond dat we vandaag wel gevaarlijk waren, heel veel energie gegeven hebben, gestreden voor elke meter. Maar wel de mogelijkheden uit de reactie kregen. Ja. Jullie komen 1-0 achter, 10 minuutjes na de rust. Overtreding van Ieder den Dulk. Op een aanvaller van ACV. Maar jullie raakten daarna ook niet in paniek. Eigenlijk helemaal niet. Kun je best trots op zijn, denk ik. Ja, maar waarom moet je paniek raken? Ja. We gaan dit seizoen wel vaker achter komen. En we gaan ook nog wel vaker verliezen. En we gaan ook dik verliezen. Ja. Want ik had net het plan klaar. Ik had 3 wissels klaarstaan. We zouden 1-1 over het hele veld gaan in de 65e minuut. Ik denk, daar gaan we maar strijden eronder. Dan maken we er in ieder geval nog een echte wedstrijd van. Ja, wat gebeurt er dan? De score van goal. Dus met dat Lucas in die positie komt, zeg ik, als hij deze erin schiet, dan wacht ik nog even. Ja, hij maakt een juweel van het treffen natuurlijk. En nou ja, dat is mooi voor hem. Hij is bezig aan een geweldig seizoen tot nu toe. 3 goals al gemaakt. Ik geloof vorig jaar 2 in heel seizoen. En zo zie je maar weer, hè. De ene jaar is het andere niet. En ja, 10 punten uit 4 wedstrijden. Ja, natuurlijk mogen wij trots zijn. Alleen ik ben ook een winnaar. Hè. Ik kom net ook in de kleedkamer. We krijgen een vrije trap en dan neemt iemand die niet op papier staat, neemt de vrije trap. Dan denk ik van ja, dat is zonde, dat zijn kansen, daar moeten we beter mee omgaan. Ja, en als ze willen dat het anders wordt, ook goed, maar dan moeten we dat eerst bespreken. Ja. Ja, dus er zit zelfs onder de hoogste spanning en onder druk zit er gewoon nog meer in. Als we nog gewoon beter gaan doen wat we met elkaar afspreken. Maar ja, overal 10 uit 4 tegen 4 ploegen uit de top 5 van vorig jaar, denk ik. Ja, VVG niet dan, maar wel Sparta, Nijkerk, Sportlus en ACV. Wat in mijn ogen 3 titelkandidaten zijn en waren. Ja, genieten. Deze week besteden we aandacht aan het droogvallen van de Noordoostpolder. Overmorgen is dat precies 80 jaar geleden. Destijds werd er vanuit de rest van Nederland vol interesse gekeken naar wat er in de polder gebeurde. Zo was studentbioloog Ingvar Christensen geïnteresseerd in de nieuwe flora en fauna op het drooggevallen land. Hij besloot om 100 dagen op Schokland te gaan wonen. Dat nieuwe land, met die nieuwe vegetatie daar. En die wilde daar echt veldonderzoek gaan doen. En die nam zijn intrek op Schokland. Ingvar Christensen hield van de natuur, studeerde biologie. Het lag dan ook voor de hand om de nieuwe natuur in Noordoostpolder te bestuderen. In een schrift hield Christensen bij wat hij allemaal tegenkwam op Schokland en in de polder. Nu, 80 jaar later, zijn deze aantekeningen voor het eerst te lezen. Op Schokland broedde zelfs een bergeend onder een loods bij Ens. In de ruigte in de haven van Emmeloord zaten altijd vele zangetjes. Vinken, fietes, gekraagd roodstaartje, rietzangetjes, spotvogel enzovoort. Ja, zelfs eenmaal een blauwborstje. Voor Museum Schokland is het schrift van grote waarde. Het geeft een kijkje terug in de tijd. Dus hij beschrijft heel uitvoerig wat voor flora en fauna hij aantreft daar op Schokland. Hè, en hoe eigenlijk dat die zee van klei verandert langzamerhand in een cultuurlandschap. Dus er groeit eerst bijvoorbeeld riet. Hij ziet heel veel moerasandijven bijvoorbeeld, zeedistel. En hij beschrijft dan ook hoe daarmee omgegaan wordt. Dat er een deel wordt verbrand, dat er een deel wordt geoogst. En hoe zo langzaam maar zeker die nieuwe polder eigenlijk vanaf het moment van droogval in cultuur gebracht wordt. Voor Bas Visser geeft dit schrift goed aan hoe men in de jaren 40 naar Schokland kijkt. De bodem van Schokland, die door de overstromingen met een laagje zeeklei bedekt is, is door het ondergelegen veen toch niet bruikbaar voor landbouw. In de toekomst zal Schokland als onvruchtbare plek, te midden van vette polderklei, zijn bestaan bij het nageslacht in herinnering houden. De historische waarde werd op dat moment nog niet echt ingezien. De reden dat Schokland bewaard is gebleven,
Dat is eigenlijk geweest omdat het niet meer bruikbaar was als landbouwgrond. En niet zozeer vanwege die cultuurhistorische waarde. Dus dat is eigenlijk een geluk bij een ongeluk geweest. Direct na het droogvallen lag Schokland er ook niet zo netjes bij zoals we het nu kennen. Nee. De zeewering bijvoorbeeld, er zijn foto's van, die stond half overeind nog. Die is ook in rap tempo gesloopt. En elders in de polder gebruikt was natuurlijk sprake van materiaalschaarste tijdens die oorlog. Dus eigenlijk werd Schokland ook een beetje geplunderd in die oorlogsjaren. Na 100 dagen op Schokland is het voor Christensen tijd om weer te vertrekken. Met een boek vol aantekeningen en herinneringen aan de polderflora. Het afscheid van Schokland was allerminst droevig. Ik had ervan gehad wat ik ervan wilde hebben. En dat gaf grote voldoening. De zomer was voorbij en het was misschien wel de mooiste zomer geweest die ik ooit gehad heb. Want mooie wijze om de schepping te leren kennen is niet denkbaar. En dit was Flevoland Vandaag. Ik wens je nog een fijne avond en heel graag tot morgen. Dag.